zijn hier vandaag voor bijzonder nieuws. We maken het nieuws bekend vanuit INSEL, vanuit de Kia Speed Scanning Academy. Inmiddels 2 jaar na de opening van de Kia Speed Scanning Academy, is het zo dat ik mijn droom verwezenlijkt heb, dankzij een goede vriend. Het programma loopt, de eerste medailles zijn gewonnen, maar als dat vrienden betaamt, ben je committed naar elkaar. En ik ben er in de loop van de tijd achtergekomen dat deze goede vriend een droom had. En een vriend laat je niet dromen. Op een gegeven moment is het tijd voor actie. Vandaar dat we vandaag met bijzonder schaatsnieuws gaan komen. We maken dat via u op deze manier wereldkundig. Deze goede vriend van mij is Jeremy Waterspoon. My dream is to come back and compete in speed skating again. Because I want to win a medal at the Olympics in Sochi. It was something that has been on my mind for years. Ever since I stopped skating. And it's time to act. I can't keep thinking about it anymore. I have to take action and live my dream, because it's not something that I want to regret. So that's my goal. I'm going to stay here in INSEL, train with the team at the Kia Speed Skating Academy, and my goal is to win a medal at the Olympics in Sochi. And the reason I have that goal is because I've never really felt fulfilled with my Olympic results so far, my Olympic experiences. So I think that I know this is my last chance to get that fulfillment, so I'm going to do everything I can to try and find that. I can't just say, okay, I'm going to go to the Olympics and compete. I have to qualify for the Canadian team for World Cups, then I have to go to World Cups and qualify at the World Cups, make sure that I achieve my Olympic berth, you could say. And so to do that, we need to have a good team in place here, and we've come up with some good solutions to make up for me being a skater again. De oplossing van het probleem, zeg maar, dat Jeremy zijn comeback gaat maken, is natuurlijk niet een eenvoudige. Maar in nauw overleg ook met Wim den Elsen, die vanaf dit moment nu de hoofdverantwoordelijk is, hoofdcoach, hebben we gekeken naar een oplossing die zou passen bij Jeremy, bij het team, bij de status die we op dit moment hebben in het internationale schaatsen. En we hebben daarvoor Jan Bosbereid gevonden. Jan en Jeremy zijn in de ogen van velen, maar ook van de schaatsdeskundigen en met name van Wim en mij, absoluut de meest technisch begaafde schaatsers die wij in die periode gehad hebben. En daardoor is Jan ook een perfecte aanvulling op ons team. Jan wordt de assistentcoach van Wim den Elsen. Jeremy blijft verantwoordelijk voor het maken van het sprintprogramma. Zal ook nog enigszins blijven coachen natuurlijk op het ijs. Zit nu letterlijk achter de schaatsers. En Jan staat op het ijs om niet alleen Jeremy te coachen, maar het hele team. En dat is een oplossing waar we erg content mee zijn. En het leuke is, ik ken Jan ongeveer vanaf zijn 13e. En ik weet precies wat ik daarmee in huis haal. Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje van Marnix dat hij een probleem had. En dat probleem was dat hij een sprintcoach nodig heeft. Een paar dagen later met hem gesproken en niet verteld wat er eigenlijk de reden was. En voor mij was dat al een reden genoeg om er heel serieus over na te denken. En een paar dagen later zat ik hier in de Speed Skating Academy heel serieus gesprek met hem te hebben over deze kans voor mij om een sprintteam te coachen. En dat is voor mij ook een hele mooie uitdaging. Was de reden dat Jeremy terug zou komen, was niet eens zozeer de reden om ja hier tegen te zeggen, maar vooral ook het brede team wat er al staat, is voor mij een hele mooie uitdaging om mezelf te ontwikkelen als coach.